Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag in deze korte initiatievideo introduceren in yoga. En ik ga jullie laten kennismaken met een zevental oefeningen. Ik ben zelf met yoga begonnen omdat ik op zoek was naar een evenwicht in het fysiek trainen van mijn lichaam, het soepel maken van mijn lichaam en tegelijkertijd rust vinden in mijn fysieke lichaam, maar ook in mijn hoofd. Ondertussen zijn we 20 jaar verder. En geef ik ook al les, alhoewel dat niet aanvankelijk de bedoeling was. Ik doe dat met hart en ziel en het geeft mij heel veel energie. Ik ben Petra van Yoga Schilde en ik werk ook samen met de sportdienst van de gemeente Schilde. Wat heb je nodig voor yoga? Een yogamat, loszittende, liefst katoenen, gemakkelijke kledij. En yoga wordt ideaal beoefend op blote voeten. Wat krijg je ervoor terug? Meer flexibiliteit, meer kracht, rust en evenwicht in je lichaam en je hoofd. Een gemiddelde yogales duurt een uur en 15 minuten en is opgebouwd uit een korte opwarming, een ademhalingsoefening, een aantal houdingen en als slot het ontspanningsmoment. En we gaan vandaag de bodyscan doen. Yoga kan door iedereen beoefend worden. Je hoeft niet noodzakelijk sportief of soepel te zijn. Je kan alleen komen of met een vriend en vriendin. En we zorgen er ook voor dat er geen competitie is. We kijken niet naar elkaar. Iedereen werkt volgens zijn eigen kunnen. Dus ik ben zeker dat jij het ook gaat kunnen. Wat is nu yoga? De essentie van yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest. En dat doen we vooral door te werken aan de ademhaling en ook door het fysieke aspect van yoga. In de opbouw van de les zit er een bepaalde logica. We gaan het lichaam in allerlei richtingen draaien om het soepel en krachtig te maken en om de organen en de doorstroming van energie te stimuleren. Laten we eraan beginnen. We gaan ons eventjes neerleggen, korte ontspanning en dan beginnen we met een ademhalingsoefening. We leggen ons in ruglig. Breng de armen naast het lichaam, handpalmen naar boven. De benen zijn lichtjes gespreid. Sluit je ogen. Breng je aandacht naar je lichaam en je ademhaling. Laat je gedachten volledig los. Blijf bij je lichaam en je ademhaling. Droom niet weg. En dan gaan we nu verder met onze oefening voor de ademhaling. En we gaan de buikademhaling oefenen. Dus veruit de belangrijkste. En waarom? Uitademen is superbelangrijk in yoga. En we proberen ideaal 2 maal zo lang uit te ademen als in te ademen. En waarom is dat? Het uitademen zorgt ervoor dat je je volledig kunt ontspannen. Door het uitademen ga je kunnen loslaten. Dus je blijft rustig liggen, je houdt je ogen gesloten en je volgt je ademhaling. Volg je ademhaling als je uitademt. Adem nu rustig in en zie hoe dat de buik zich uitzet, opzwelt, naar voren komt. En bij het uitademen merk je dat de buik zich ontspant, wegzinkt. En rustig terug. Inademen, buik komt naar voren. De buik zet zich uit en we ademen uit. En we voelen de ontspanning ook over de borstkas, middenrif en de buik komen. Nu mag je uw handen
met de handpalmen naar beneden losjes plaatsen op de buik ter hoogte van de navel. Doe rustig verder met de ademhaling. Op deze manier voel je de ademhaling zowel inwendig als via de handen en de vingers. Breng rustig de armen naast het lichaam. Nu gaan we verder met de tweede oefening. De tweede oefening, de schouderstand die we gaan doen. We kunnen de halve schouderstand of de volledige schouderstand doen. Dus we sluiten de benen, de armen naast het lichaam met de handpalmen naar beneden. Dus als het niet van de eerste keer lukt, geen probleem. Blijf oefenen en dan lukt het weldra. Dus bij jouw volgende inademing ga je je rug, je zitvlak en je benen van de grond brengen. In een halve schouderstand of een volledige schouderstand. Dus je ademt in. Ondersteun de rug met de handen. Ontspan de benen. Als het niet van de eerste keer lukt, kan je ook in de schouderstand komen met een zwaai. Dus dan ga je de benen echt opzwaaien en de handen plaatsen in de rug. Dus een halve schouderstand, de benen schuin naar achter. Een volledige schouderstand, de benen rechtop. Ontspan de benen, het zitvlak. Een schouderstand is een belangrijke oefening omdat we het lichaam in een omgekeerde houding brengen, waardoor de doorbloeding ook verandert. Blijf rustig ademen. Dus normaal gezien blijven we 5 tot 15 minuten in de schouderstand. Vandaag gaan we dat maar een paar minuutjes doen. Maar na een tijdje oefenen kan je langer blijven staan. Dus bij de houding is het ook belangrijk dat je rustig in een houding komt en rustig uit een houding. Dus om uit de houding te komen, mag je de benen iets laten overhellen, zodanig dat je je handen kunt plaatsen op de grond. Hou je tegen met je armen. Probeer langzaam omlaag te komen met gestrekte benen of als het nodig is, plooi je de benen. Dus langzaam omlaag. Leg de rug terug neer op de grond. De benen zijn nog gestrekt. Heb je last van de rug, mag je de benen plooien. En dan gaan we eventjes ontspannen met de benen opgetrokken, armen rondom de knieën. Rustig ademen. De volgende oefening die we gaan doen is meer een stretching, dus de voorwaartse buiging. Je mag komen recht zitten, dus met een zwaai komen we recht zitten. Strek de benen voor het lichaam en dan gaan we mooi recht zitten. Voeten een klein beetje gespreid. We brengen de armen omhoog, dus we strekken. Hou de armen zo hoog mogelijk, zo gestrekt mogelijk. Mensen die het nodig vinden, mogen nu de benen plooien. Dus het voordeel van deze oefening is dat we een stretching krijgen van de achterkant van het lichaam, vanaf de enkels helemaal tot aan de nekwervels. De buikorganen die worden ook gestimuleerd tijdens deze stretching.
Dus bij het uitademen gaan we langzaam naar voren. Probeer met je hoofd richting je voeten te blijven kijken. Als het nodig is, plooi je benen. Dus langzaam naar voren. Plaats je handen op de grond. Ontspan je schouders. Voor sommige mensen is het aangenamer om nu de benen lichtjes geplooid te houden. Dus de bedoeling is dat we een mooie stretching krijgen. Hoe ver dat je naar voren komt, is niet zo belangrijk. Dus nek en schouders zijn helemaal ontspannen. Bij de laatste uitademing ga je zo laag mogelijk schouders ontspannen. Ga helemaal diep in de stretch. En bij de volgende inademing mag je terug rechtop komen. Strek de armen. Rek uit, spreid de vingers, maak je lang naar boven toe. En dan gaan we een lichte achterwaartse stretching doen. Dus de armen lichtjes achterwaarts. En dan mag je langzaam de handen naast het lichaam brengen. Let erop bij elke oefening, goed die schouders ontspannen. En dan mag je u nu rustig omdraaien naar buik liggen. En de houding noemt de Sphinx. Dus we plaatsen de handen ter hoogte van de schouders. Een achteroverbuiging is meestal ook een basishouding. Waarom? Omdat we het lichaam weer in een andere richting bewegen. Dus deze oefening traint rug en de buikstreek en is goed tegen onder andere afhangende schouders. Dus de handen staan juist, voorhoofd op de mat. Breng uw ellebogen dicht bij uw lichaam. Bij het inademen schuif je uw handen naar voren en je plaatst uw onderarmen stevig in de mat. Adem in, breng uw borst naar voren. Duw uw bekken in de grond. Ontspan uw schouders omlaag en naar achter. En probeer uw hoofd mooi recht te houden. Is de oefening te zwaar voor de rug, dan kan je gerust de handen ietsje naar voren schuiven. Op die manier heb je iets meer ontspanning in de rug. Probeer nog altijd goed te duwen op uw onderarmen en uw ellebogen. Duw die schouders omlaag. Eventjes in de houding blijven. Sluit eventueel de ogen. En blijf heel de tijd lengte maken in de rug en in de borst. Inademen, borstkas naar voren. Uitademen, schouders ontspannen. Mag je langzaam terug uit de houding komen. Plaats je handen terug onder de schouders, voorhoofd op de mat. En dan gaan we ons eventjes neerzetten in de kindhouding. Dus de kindhouding is een ontspanningshouding die vooral goed is voor rug en schouders, vooral na deze oefening. Het is een houding die heel goed is bij stress en angsten. Dus je plaatst je handen op de mat. Dan breng je armen naast het lichaam, zo, schouders naar voren, voorhoofd op de mat. En hier kan je werken met hulpmiddelen. En sommige mensen hebben graag een dekentje of een kussen voor de mat. Zo. Andere mensen zeggen, ja, ik heb graag ondersteuning hier. Als het te zwaar is, kan je zo plaatsen. Dus kies wat voor jou comfortabel is. Blijf rustig. In deze houding zitten en denk erom rustig in- en uitademen. Eventueel kan je de benen lichtjes spreiden als je zegt van ik heb graag wat meer ruimte voor de buik. Benen lichtjes spreiden mag ook.
We komen uit de houding. Terug mooi recht. En dan gaan we nog een oefening doen als staande. Dus kom rustig recht staan. Ja. Gebruik uw matje horizontaal. En we gaan een zijwaartse beweging van de wervelkolom doen. Dus deze oefening noemt de driehoekshouding. De benen en dan het lichaam. Dus we gaan beginnen naar links. Draai uw linkervoet 45 graden ongeveer naar links. En uw rechterhiel ga je wegduwen van uw lichaam. Probeer een comfortabele spreidstand te bekomen. Breng je rechterarm naar boven, loodrecht. Adem in, rek je uit. En met het uitademen kantel je lichaam opzij. Ontspan je hoofd, nek. En probeer je arm zo laag mogelijk bij je oor, je hoofd te houden. Heb je last van de rug, dan ga je langzaam je arm iets meer naar voren brengen. Voor de rug te ontlasten. Belangrijk is dat je rustig blijft doorademen, dus adem niet vasthouden. En nu, om uit de houding te komen, focus u, duw op uw voeten, gebruik uw spieren en draai uw handpalm naar boven en opzij. We gaan wisselen, dus de voeten ook. We brengen onze linkerhiel weg. En we draaien de rechtervoet 45 graden. Dit is om uw knieën te beschermen. Hè. Als uw voeten recht naar voren wijzen, dan ga je wel snel voelen in de knieën. Dus terug, arm naar boven, loodrecht. Beweeg uw bekken goed opzij. Dus in dit geval gaan we naar links. En dan gaan we langzaam die kanteling maken naar de andere kant. En probeer uw arm gestrekt te houden, dus niet laten doorhangen, uitstrekken, hoofd ontspannen en ook hier naar voren buigen als het nodig is. En om uit de houding te komen, altijd focus houden, inademen, duw op je voeten. En dan kom je heel rustig terug. En dan gaan we ons nu helemaal ontspannen. Heb je graag een dekentje of een trui, neem het er even bij. En dan mag je terug neerleggen in ruglig. Alvorens ons helemaal te gaan ontspannen, gaan we toch nog eens een keer heel ons lichaam opspannen. Dus alle spieren, ook van uw aangezicht. Dat gaan we doen door onze armen naar achter te brengen. Spreid uw vingers. Ja. Lig klaar. Adem in. Maak u lang. Span al uw spieren aan zoveel als je kan. Hou uw adem vast. Rek u uit. Span alles op. En dan mag je, als je uitademt, het met een zucht doen en uw spieren volledig ontspannen. Breng uw armen terug naast uw lichaam. Sluit uw ogen. Breng uw handpalmen naar boven toe. Armen lichtjes gespreid. De benen vallen ontspannen open. Op die manier is het bekken ontspannen. En op deze manier zijn de schouders ontspannen. Kom met je aandacht naar je lichaam en je ademhaling. Probeer je gedachten zoveel mogelijk los te laten. En vooral als je uitademt, laat los. Ontspan.
En de laatste oefening, en misschien ook wel de belangrijkste oefening, de ontspanningsoefening, is de bodyscan. Die gaan we vandaag doen. Die zorgt ervoor dat je eventjes helemaal in je lichaam kan komen en dat je je lichaam en ook je hoofd helemaal kan ontspannen. Met de bodyscan beginnen we onderaan bij de voeten. Je aandacht is bij je voeten. Je voelt je voeten. En als je ze niet voelt, dan beweeg je ze even. Ontspan je voeten. Ga met je aandacht naar je benen. Linkerbeen, rechterbeen. Voel je benen. Ontspan je benen. Mijn benen zijn ontspannen. Blijf rustig doorademen en ga nu verder naar uw bekkengebied, onderbuik, onderrug. Voel je bekken. Voel je onderrug. En ontspan. Ga nu rustig met je aandacht naar je rug, naar je ruggenwervel. Je begint onderaan de onderste wervels en dan ga je langzaam naar boven tot helemaal aan de nekwervels. Voel de plaatsen die contact maken met de mat. Laat je wegen in je mat, laat je zwaar worden. We gaan naar onze schouders, armen, handen en vingers. Voel en ontspan. Misschien zijn je armen of je schouders nog niet ontspannen. En toch zeg je tegen jezelf, mijn armen, schouders, handen zijn helemaal ontspannen. Ga met je aandacht naar je hoofd, je achterhoofd, kruin, voorhoofd. En ontspan je hoofd. Laat je gedachten ook eventjes helemaal los. Je kiest daar zelf voor. Ze komen binnen, de gedachten, maar je kan ze loslaten. Met je aandacht naar je aangezicht. En ook je aangezicht kan je helemaal ontspannen. Je mond, kaken, ogen. En dan gaan we langzaam verder via de hals. Naar onze borstkas, onze buik, ons middenrif. En dan gaan we nog extra voelen dat we met het inademen ons lichaam uitzetten. Een beetje spanning krijgen bij het inademen. Maar als we uitademen, kunnen we ons lichaam helemaal ontspannen. Dus ontspan uw buik, uw borstkas, uw middenrif. En laat die uitademing lang duren, zolang als voor jou comfortabel is.
En nu mag je rustig terug je lichaam in beweging brengen. Je mag je ogen openen. En als je er klaar voor bent, mag je komen recht zitten. Oefening baart kunst en dat is ook zo voor yoga. Dus als het niet van de eerste keer lukt, probeer, blijf volhouden en dan lukt het weldra. Ik hoop je met deze korte video geïnspireerd te hebben om aan yoga te doen. Wens je dit te doen, zoek dan contact bij de sportdienst van je gemeente of kijk in je buurt voor het aanbod en weldra sta je misschien terug op je mat. Namaste.